Hey, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag weer een mega Shein shoplog. Zoveel leuke items, guys. Be ready. Zoals je ziet is bijna de helft niet geabonneerd, maar kijkt wel. Dus ben je nog niet geabonneerd? Vergeet zeker niet op die abonneerknop te klikken. Joe! Laten we maar lekker gaan beginnen dan. Het zijn een hele hoop items. Like always. Ik ben echt heel erg excited. Ben je ook benieuwd naar de items? Vergeet dan zeker niet alvast een blauw duimpje omhoog te geven. En wil je nou meer van mij checken? Je weet wel, stalken. Of misschien weet hoe ik de outfits allemaal stel. Follow me on the gram. Oké, ik heb hier de megadoos. Dit is natuurlijk geen Shein shoplog zonder een goede kortingscode. Met de kortingscode 15 Sarah Q2. Het zou hier in beeld staan. Krijg je namelijk 15% korting op de hele website. Alle items, whatever you want. Dus ja, wil je gewoon goedkope kleding nog bovenop korting kopen? Use de couponcode. You know. En ik had dus een idee. Want ik heb een langdurige samenwerking met je in. En ik zag dat ze dus ook fucking handige spullen hebben. Gewoon voor in huis. Dus zou je het leuk vinden als ik een shoplog maak met accessoires, huisspullen, handige foefjes, dingetjes. Let me know. En dan ga ik natuurlijk zo'n shoplog maken. Maar ik heb nu weer hele leuke 16 nieuwe items uit mogen kiezen. Dus laten we maar zo gaan beginnen. Ik ga beginnen met het eerste item. Zo, ik moet hem zomaar uit de lucht vallen. En dit is een heel erg leuk topje. Zie ik super veel voorbij te komen. Ik snap niet waarom ze dit soort papiertjes er altijd tussen doen. Weet iemand waarom dat is? Ik zou natuurlijk alle linkjes, maten, kortingscode, de website, alles staat in de beschrijving. Zodat ik er nu niet aan hoef te denken. Want ik ben ook een mens, ik vergeet dingen. Dus het staat allemaal lekker in de beschrijving. Maar oké, door naar het item. Dit is het eerste item. Ik weet dus niet hoe je hoort het. Nee, ik denk dat hij zo moet. Dit is een crop topje met lange mouwen. En ik heb nu een hele grappige two-toned jeans aan. Dus ik denk dat het hier op zich wel leuk op zou staan. Dus laten we het proberen. En hij zit zomaar aan. Oké, dit vind ik echt een heel erg leuk topje. Ik hoop dat jullie het net zo goed kunnen zien als ik. Maar I like it. Het is echt gewoon de perfecte maat. Ik heb hem denk ik in een maat S, denk ik. Don't judge me if I'm wrong. Maar dit vind ik echt heel leuk. Ik vind hem ook echt super leuk op deze broek staan, als ik eerlijk mag zijn. Dus dit is een like. Oké, door naar het volgende topje. Dit is eigenlijk eenzelfde soort topje. Alleen in een andere kleur. Ik vond dit echt helemaal het. Dus ja, ik dacht, ik bestel meteen twee kleuren. Want ik weet van mezelf dat ik dit soort dingen veel kan dragen. Want ik vind het gewoon leuk. Oké, maar deze is dus een in wat groenig en blauw. Groen, blauw, bruin. Dit is ook leuk op een spijkerbroek. Maar ik zou dit misschien eerder nog op een zwarte broek doen. Want anders wordt het wel heel druk. Maar ik vind het wel leuk. En dit is net een iets ander stofje. Deze is wat zachter en deze wat gladder. Dit is een soort bikini stofachtig of zo. Badpakstof. Oké, deze schijnt een stukje meer door als je kan zien. Dus hier moet je echt een andere soort BH onderaan. Ik vind het wel echt een superleuke top. Hij is een stukje korter. Heb ik het idee. Deze broek is een beetje aan de grote kant, zoals je kan zien. Maar ik vind het wel een heel erg leuk topje, zeker. Ja, ik vind het echt een leuk topje. Ik zou hem denk ik niet op deze broek aandoen. Misschien op een normale spijkerbroek en een andere BH natuurlijk. Maar het gaat om het topje zelf. Dit is volgens mij maat S, dus helemaal leuk. Ik voel me zo kleurrijk. Ik heb normaal nooit zoveel kleuren aan. Item nummer 3. Dit is ook een topje. Maar dit is zo'n omslagdoektopje. Deze trend zie ik dus ook. Ja, die zie ik vaak voorbij komen. En dit is dus eigenlijk een soort omslagtopje. Ik heb deze in de maat M. Als ik deze in de maat M heb, heb ik misschien een ander topje ook van maat M. Ik weet het allemaal niet. Het staat in de beschrijving. Maar ja, dit hoor je dus zo om je heen te doen. En dan zo te knopen. Oké, dit vind ik ook echt een heel erg leuk item. Je moet er wel een strapless BH onderaan. Ik heb nu even mijn bandjes omlaag gedaan. Maar je ziet dus hier aan de zijkant nog een beetje mijn BH. Maar dat moet je even wegdenken. Daarbuiten is dit denk ik een heerlijk topje voor lekker op Griekenland. Als ik naar Griekenland ga. Oké, maar daar heb ik helemaal zin in.
verwacht leuke vlogs, of course. Maar nee, dit is echt super leuk topje. Lekker zomers, lekker luchtig. Heerly de peerly. Ja, ik zou deze denk ik zelfs zonder BH dragen. Gewoon lekker vakantie, lekker smooth, casual, you know. Dan is het misschien wel leuk om door te gaan naar een accessoire. Ik zie hier namelijk een leuke zonnebril. Er zit ook een lekker handig doosje bij. Het is lekker zo'n diva grote zonnebril. Ja, mij bellen. Dit vind ik echt heerlijk. Ja, dit vind ik echt heel leuk. Lekker, hoe groter, hoe beter. Ik hou ervan. Ze hebben trouwens echt mega veel leuke zonnebrillen. De zomer komt er weer aan. Ook al is het weer nog niet echt zo te zien. Maar de zomer komt er weer aan. En wil je nou een cheap ass zonnebril? Want ben je like me en maak je altijd je zonnebrillen kapot. Je raakt ze kwijt. You know. Dus zoek gewoon lekker een leuk brilletje uit. Op je in. En dan hoef je daar niet meer zorgen over te maken. Want bij mij, ik ga geen dure zonnebril kopen. Het gaat helemaal fout bij mij. Dus dit is echt, ja, love it. Item nummer 4. Dit zijn meerdere items in één zakje. Dus je bestelt deze topjes in één keer voor één prijs. En dan, ja, het zijn eigenlijk allemaal basic topjes, haltertopjes. En deze heb ik vet vaak aan. Ik heb altijd haltertopjes aan. Ik vind het zo leuk op mijn broek staan. Ik pas er gewoon één, want dan zie je een beetje hoe het eruit ziet. Maar ik heb dus een beige. Een leuke groene kleur die ik de laatste tijd ook vet vaak zie. En gewoon een zwarte. Ik heb echt al 4 van deze zwarte. Maar ik vond je zoveel. Dan zit die weer in de was. En dan, nou, chill. Ik heb ze dus in de maat M ook. Ik ga denk ik even de groene aandoen. Want die lijkt me het leukst. Oké, deze maat zit echt perfecto. Het slaat niet op deze broek. I know. Don't judge me. Maar nee, de maat is echt top. Ik vind het echt zo leuk, dit soort topjes. Ja, gewoon op een simpele broek. En ik zou deze sowieso op een zwarte broek doen natuurlijk. Maar de maat is echt perfect voor mij. Ja, maat M. Als echt niet een maat kleiner of zo moeten. Dus ja, super leuk. Maar ja, de andere kleuren zijn natuurlijk precies hetzelfde. Dus die ga ik niet aandoen. Dus gewoon heel basic. Gewoon een zwarte. Ik had trouwens een zwarte in het begin van deze video aan, of niet? En een hele hoop items. Hersenpan van goudvis. Item nummer 5, geloof ik. Ik weet het niet. Dit is ook een groen topje. Maar net iets lichtere kleur groen, zie ik. Dit hoort zo. Zo. Oké, wacht. Dit is even leuk. Dit ziet er heel cute uit. Maar, oh. Kijk dan. Het zit zo. Oh my god, dat is zo leuk. Ik was dit helemaal vergeten. Dit is zo leuk. Ik vind deze kleur helemaal into die kaki groen kleur. Ook was deze wel iets verder hoor. Maar dit is heel erg leuk. Juist, dit is leuk. Oh. Ja, ik vind die bovenkant. Ja, dat, ja, nee, ja. Gewoon geen woorden voor. Super leuk. Helemaal into the summer vibes. Helemaal leuk. Hoe vaak ik het woord leuk zeg deze. Hoe vaak ik het woord leuk zeg. Jullie snappen wat ik bedoel. I like it. Laten we het daarop houden. Ik wil het eigenlijk even met een andere broek aan. Want ik vind het stom dat het allemaal in deze broek is. Dit is leuk. Op een zwarte broek. Dan zo'n groene top. Dat is helemaal leuk. Ja, love it. Wee. Ja hoor, daar hebben we er weer een. Dit is een jas. En dan zou je denken, Saar, waarom is dat een jas in de zomer? En daar heb ik eigenlijk geen antwoord op. Maar ja, weet je, zo erg een zomer is het nog niet. Dus, en dit is eigenlijk een blazerjas met, ja, geruit is die. Helemaal cute, leuk, in een maat. En, nou, let's try. Ik heb meerdere jasjes van Shein die ik best wel regelmatig draag. Dus de kwaliteit is not that bad. Oh ja, maar ik ben echt een blazer fan, hè jongens. Als je dit nog niet wist, ik hou van blazers. Ja, dit vind ik dus echt helemaal geweldig. Dit vind ik echt heel leuk. En ik vind het nog niet eens zo heel stom met dat groene topje eronder. Ik dacht echt, nou, dat moeten we niet gaan doen, Saar. Maar, nee.
Like it. Heel erg leuk jasje. Hij is een beetje gekreukt natuurlijk van de verpakking. Maar nee, dit vind ik heel leuk. En het volgende item wat ik wil laten zien. Dit item. Dit vind ik er dus heel leuk bij. Dit is een tasje. En ik denk, raar klein tasje. Maar deze heeft dus zo'n hengsel. Oké, nee. Nou, ik had dit hengsel ietsje langer verwacht. Dit is dus niet helemaal precies wat ik voor ogen had. Ik vind de kwaliteit, om eerlijk te zijn, van dit tasje ook mooi. Ja, sorry, ik zeg het gewoon. Ik ben zo eerlijk. I don't care. Ik ga niet zeggen, oh, dit is echt een goede kwaliteit. Terwijl het letterlijk uit mijn handen in elkaar uit elkaar valt. Nee, dat is ook weer niet zo. Maar misschien kan je het idee bedenken met een andere, betere kwaliteit tas. Maar wat ik leuk vind, is om dat tasje dan zeg maar zo te dragen. Maar dit is een iets te klein. Ja, dit is een veel te klein tasje hiervoor. Wacht, ik ga even het tasje pakken wat ik bedoel. Maar die is dan in het wit. Deze is in het zwart. Dus dan heb je misschien een beetje een idee wat ik er dan bij bedoel. Kijk, ik had in mijn hoofd dat het zo'n soort tas zou zijn. Maar dan kan je hem leuk zo dragen. Dat is wat ik in mijn hoofd had. En dan had ik die graag zwart gewild. Op de foto leek die ook veel groter als hier. Maar ja, schijnbedriegt. En dat is maar weer te zien met Shein. Dus ja, het tasje vind ik niet echt een aanrader. Maar het jasje vind ik wel heel leuk. En ik, misschien als ook een beige top hieronder doen. Deze beige top. Dan zou het nog best leuk zijn. Dan zou dat jasje er ook wel leuk. Dit ga ik zo meteen aandoen. Ja! Ik heb het helemaal gevonden. Ja! Dan heb ik nog een jasje. En ja, niet per se welke jasje nodig heb. Maar ik vond dit gewoon heel leuk. Ik kon het niet laten liggen. Ik ben een jasjes gek. En dit was een jas. En die ziet er zo uit. En ik heb niet heel veel van dit soort jassen. Maar ik vind dit vooral zo mega chill. Ik wil niet per se een outfit mee maken altijd. Maar ik vind het gewoon chill om even om mee te nemen. Of om te gooien. Weet je wel. Dat je gewoon wel even iets van een jas bij je kan hebben. Dat leuk is. Oké, ik weet nu al dat ik dit heel veel ga dragen. Dit vind ik dus heerlijk, zo'n jas. Het is lekker zacht, maar wel trendy. Het staat gewoon leuk. Er zit een beetje te veel kreukels in nu om het er leuk uit te laten zien. Maar ja, dit is echt zo'n jasje wat je even meeneemt, eroverheen gooit. Met shoppen of weet ik veel iets, weet je wel. Dat vind ik gewoon echt chill. Of als je naar een restaurantje gaat. Hey, misschien heb ik nog leuk om hoofd te zien. Nee, ja, dit vind ik helemaal leuk. Niet heel bijzonder, maar meer gewoon leuk trendy jasje om eroverheen te gooien. Ik vind nu gewoon mokken lelijk met die kreukels. Maar ja, weet je. Je moet soms overal doorheen kijken. Wow, wat is dit? Dit is een tasje of zo. Dit is echt zo extra. Maar ik... Oh, I love it. Ja, dit is echt overdreven. Dit staat helemaal nergens op. Maar ik vind dit soms zo heerlijk. Oké, je hebt dus een lang ketting en een korte. Ik vind die korte wat leuker. Dan is het meer een soort clutch idee. Is dit heerlijk of is dit heerlijk? Ja, dit is echt weer een totaal andere stijl als ik hier aan heb. Ik heb niet echt per se één stijl. Maar ik vind het soms gewoon leuk om extra te zijn. Because dat maakt het leven gewoon beter. En ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon echt super cute. Ik vond het ook gewoon vooral leuk op een foto. Gewoon cute. Oeh, schattig, klein, cutie tas. Ja, echt handig is het met dit niet. Maar het is meer gewoon een leuk hebben dingetje van ja, dit moet je soms gewoon hebben in je leven. Dan door naar een doos schoenen. Ik heb hele leuke sneakers in het beige. Deze zijn helemaal wittig beige crème. Ik heb meerdere schoenen van Shein en ik vind de kwaliteit prijshouding echt top. Ik loop gewoon op de sneakers, gewoon lange dagen. En ja, ik vind het prima. Ik heb deze van mijn maat 40, want de vorige sneakers die ik dus was, waren echt veel te klein. Dus normaal heb ik maat 38. Dus echt, ik zou twee maten groter bestellen als dit een goede maat is. Ja, deze maat is perfect. Oké, dus wil je deze sneaker? Maat groter, twee maten groter. Echt, ja. Maar heel leuk. Maar dit is, vind ik, gewoon leuk, simpel, chunky sneaker. Pas overal onder, weet je. Dus dat is helemaal top. Ik ben echt de tel kwijt. Maar dit is item nummer, gokje, 10, 11, ik weet het niet.
En dit is een zwart kort bikershortje. En deze, ja, dus dacht ik chill voor sporten. Maar ik heb ook hele leuke oversized shirts besteld. Dus ik dacht, het is ook leuk op zo'n bikershort. Ik pak ze er even bij. Dus ja, deze ga ik even allemaal erop dragen. En dat is deze witte. En het gaat me vooral om de achterkant van deze shirt. Van voor staat dit er, California. En van achter dit. Oh, I love it. Ik vind het zo leuk. Shirts met een background print. Ik vind dat echt heel erg leuk. Dus die ga ik even als eerst dragen op de bikershort. Oké, de bikershort is wat korter als ik had verwacht ten eerste. Maar ja, ik weet niet of ik dit per se onder een shirt alleen te dragen. Maar dit is wel de perfecte bikershort voor onder een jurkje. En je wil zeg maar zo. Dus daarvoor is hij wel perfect. Ik draag altijd bikershorts onder mijn jurkjes. Want ja, ik heb geen zin in dat iemand mijn kont ziet. Oké, het oversized shirt. Ja, het lijkt net of ik in mijn naakje loop. Dus ja, ik vind het heel erg leuk. Dat vooropstellend. Echt amazing. Amazeballs. Maar ja, dit moet wel echt op een legging. Want tot dit bikershirtje is zeg maar net even te kort. Tenzij je denkt van wow, ik wil voor de casual look gaan. En ik heb alleen een shirt aan, weet je. Dat kan dat je het wil. En dan doe je zo. En dan denken mensen van oh wow, ze loopt niet in de straat. Ze heeft gewoon een bikershirt aan. Dus ja, dat kan natuurlijk ook. De andere shirt die ik heb is een alweer een leuke kleur groen. Deze heeft niet een achtergrond print, maar dit vond ik vooral gewoon een leuk oversized shirtje. En ik heb hem ook in het roze, niet deze. Deze vond ik echt het leuk. Deze is echt fabulous. Dit is die van voren. Je denkt, nou, wat is zo'n shirt? En dan van achter, kijk hoe leuk. Los Angeles, LA. Nooit geweest, maar wel leuk. Dus ja, dat vond ik echt heel leuk. Ik vind het echt zo leuk met zo'n achtergrond. I'm in love. Het klinkt lullig, maar dit vind ik echt amazing slaapshirts ook. Het is zo'n lekkere zachte stof. Het lijkt echt dat ik hier in mijn onderbroek sta. Nou, dat sta ik ook al. Nou ja, dit is dus het roze shirt. Heel erg leuk. Ja, ik vind dit gewoon vooral echt zo chill voor in de zomer. Gewoon als ik een lange bikershirt aan heb die ongeveer zo is. Gewoon lekker zo'n shirtje erop. Ik hou van chill kleding. Nou, mij bellen. Helemaal leuk. Woehoehoe. En de laatste shirt. Ik moet je tegenvallen dat de shirt me nu het meest tegenvallen. Het is niet dat ik het stom vind. Ik bedoel, het is gewoon een shirt. Een shirt is een shirt. Maar op de foto zag het er iets leuker uit. Dus, nou ja, het is ook natuurlijk helemaal gekreukeld en zo. Maar op zich zijn het wel gewoon chille shirts. Ik heb namelijk letterlijk 4 shirts of zo. Ik heb nooit een shirt. Dus ik vind het wel leuk. En wat ik ook leuk vind aan die oversized shirt is dat je ze zo lekker makkelijk goed kan knopen. Omdat ze dus groot zijn. En dan is dit zo op een broek vet leuk. Dus daarom heb ik ze oversized gekocht. Dus dat vond ik helemaal leuk eraan. En dan heb ik eigenlijk nog 1 item. En dan was dat het alweer. En dat zijn hele leuke loafers. Ik heb al loafers in het beige. Nog niet in het zwart. En ja, dit is eigenlijk een soort namaak van die Gucci loafers. Maar ik vind dit echt super classy. Maar ook heel handig gewoon voor de zomer. En nou, dit is de perfecte maat. Perfect, want ik had deze ook in een machine in een andere maat. Maar die waren te klein. Ik film even tussendoor in mijn camera. Kijk, dit is zeg maar de troep dat hier nu ligt. En dit zijn de cutie. Dit zijn de cutie loafers. Maar dit waren eigenlijk alle items. Ik ben echt vet enthousiast. Vooral de begin items vond ik echt het leukst. Eigenlijk al die topjes. De shirts. Ja, weet je, het zijn prima shirts. Maar die doe je denk van wow. Op de foto zag het er leuk uit in ieder geval. Ik hoop dat jullie net zo'n leuke video vonden als ik zelf. Vond je nou een leuke video? Vergeet zeker niet je girl te supporten. En het duim omhoog te laten. Dat zei ik echt heel raar. Ben je dus nog niet geabonneerd? Vergeet dan dus ook niet te abonneren. Stuur een screenshot dat je bent geabonneerd op Instagram. En dan ga ik 10 van jullie terugvolgen. Zoals ik heb beloofd. Ik heb er al 10 teruggevolgd. Dus shout-out naar jou. You know. Want ik heb ook een gezellig gesprekje met jullie gehad. Dat was echt leuk. Ik vind het altijd leuk om jullie te spreken. Dus ja, vergeet me dus ook niet te volgen op Instagram. Dus @zagvervoerd. Dan wil ik je heel erg bedanken voor de moeite. Voor het kijken. Ik wil je heel erg bedanken voor de moeite. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Bedankt. Love you forever. I appreciate you guys. Zo erg. Echt. Waarom praat ik weer Engels?
Heel erg bedankt voor het kijken, liefjes. En tot de volgende keer. Doei!